Hoi, ik ben Kiwi en welkom bij Kiwi Eats. Waar ik je vertel hoe en waarom ik veganistisch eten leef. Waarom zou je vegan worden? Waarom zou je veganistisch gaan leven? Waarom? Why the fuck would you do that? Is alleen maar lastig. Of misschien ben je al geïnteresseerd en wil je gewoon wat meer informatie. Of misschien ben je een hater en heb je gewoon zin om mij af te zeiken in mijn comments. Dan heb ik ook deze tip voor jou. Oké, waarom zou je vegan worden? Mensen worden vegan voor de dieren, omdat ze geen dierenleed meer willen veroorzaken. Mensen worden vegan voor hun gezondheid, voor hun eigen gezondheid, omdat het gewoon gezonder is om plantaardig te leven. En mensen worden vegan voor de aarde, omdat de bio-industrie gewoon heel veel slechts aanricht aan de aarde. Iedereen heeft zijn eigen reden waarom die vegan wordt. Al is voor mij het woord vegan echt wel gelinkt aan dierenleed willen voorkomen. En ja, het voor je gezondheid. Als je dat echt alleen maar doet voor je gezondheid, dan is het plantaardig eten. Want vegan is natuurlijk niet alleen maar eten, maar ook, ja, al het dierenleed voorkomen. Maar goed, bij deze wil ik je graag 3 documentaires aanraden die je zullen informeren. En die je gewoon heel veel informatie geven over waarom plantaardig eten of echt dierenleed voorkomen gewoon het beste is voor jezelf, voor de planeet, voor de dieren. Nou, dat zijn dus die 3 categorieën die ik zei. Ik raad je heel erg aan om de documentaire Forks Over Knives te kijken. Het gaat over gezondheid. Dan de documentaire Cowspiracy. Het gaat over de aarde, de planeet. En de laatste documentaire Earthlings gaat over het dierenleed en de 5 manieren waarop wij dieren gebruiken. Dus dat is huisdieren, zuivel, vlees, dierentuinen en dierproeven. Als je die 3 kijkt, dan heb je gewoon heel veel informatie over waarom je nou veganist zou moeten gaan. Waarom je dat zou willen. Als je dus al een beetje geïnteresseerd bent en je denkt, ja, maar waarom nou eigenlijk? En misschien, ja, het is wel beter denk ik, maar waarom dan? Kijk deze 3 documentaires en je hebt je antwoord. Ik geef wel een waarschuwing voor die laatste documentaire, Earthlings. Dat is echt, nou, ten eerste de waarheid. En de waarheid is heel, heel hard en heel horrific. Maar, hè, als je echt wil weten wat de dieren meemaken en waar jij dus voor betaalt en wat jij dus steunt met je geld, als je dus nog dieren eet, zuivel eet, alle dierlijke producten. Als je echt wil weten van wat steun ik nou eigenlijk, kijk dan Earthlings. Bij Forks Over Knives, daar zit ook nog dit boek bij. Dat is van dezelfde persoon, zeg maar. De China Study wordt daar heel erg uitgebreid in besproken. En dat is dus een studie. Het gaat niet over China of zo, maar dat is in China gedaan met echt heel veel mensen. En gewoon hoe dierlijke producten, wat voor invloed dat heeft op ons lichaam. Dat raad ik dan ook aan als je Forks Over Knives gaat kijken. En waarom ik net over de haters zei, wat ik echt vind, ik heb nog helemaal geen haters, dus dat is fijn. Maar als ik ze krijg, als zij niet die 3 documentaires hebben gekeken, moeten ze hun bek houden tegen mij. Want ik hou er niet van, if you're not educated, that you're gonna judge me on something that you're not educated on. Snap je? Oké, dat was het. Ja, kijk die documentaires. Laat me weten wat je ervan vindt. En blijf dus nieuwsgierig. Educate yourself. En ik zie je in de volgende video. Doei doei! Do you see these green ass burgers? They're so crunchy. Nou, dit is hem. De Dutch Wheat Burger.